op veler verzoek de altijd vrolijke Daniel Willemsen en zijn toekomstplannen. Weet jij hoeveel mensen dat gezegd hebben? Van ik ga nooit weer en gewoon ieder jaar weer aan de start staan. Ik weet zeker, ik ga gewoon echt nooit weer. Waarom dan niet? Oh, ik heb, vandaag was mijn ma 360 kilometer. Maar ik heb gewoon 360 kilometer in een tunnel gereden. Het is echt wel afzien. Hij het dak gehaald en hij het knap gedaan. Een tunnel gereden? Ben je verkeerd gereden? Ik heb geen tunnel gezien hier. Nee, maar ik was gisteren gevallen. En het was een beetje duizelig. En vandaag ging het wel beter, maar het was toch nog een lange dag. Ik ga dat toch weer aan je vragen als we dadelijk in Dakar zijn. Want als jij het haalt, dan denk ik dat jij gewoon volgend jaar weer gaat. Nee, ik ga gewoon echt nooit weer. Daniel Willemsen, die vast nog wel een keertje mee gaat doen aan deze monsterrally. Ik ga nooit weer. Ik ga echt nooit weer. Oké, Daniel, je hebt heel even tijd gehad om na te denken. Maar weet je het heel zeker? Ik ga echt nooit weer. Je snapt het niet, hè? De afgelopen dagen was Le Dakar te gast in Mauritanië. Allereerst de marathonetappe, bestaande uit 2 dagen. En gisteren was voor velen de nekslag. Mauritanië heeft absoluut de hoofdrol gespeeld in het wedstrijdverloop van Le Dakar 2007. Dit zijn de beelden van de mannen die er doorheen zitten en die nog zo ver moesten. Dit zijn de beelden van de mannen die kennis maakten met een stukje zand wat wij nog nooit gezien hadden in Le Dakar. Het is zand, maar er is ook alles mee gezegd. Het was zo hard werk om er doorheen te komen. En dit zijn ook meteen de beelden waar je uren naar kunt kijken. Dit is Dakar zoals het hoort te zijn. En dit zijn ook de etappes waar wij Nederlanders het wel wilden, maar waar het weer niet lukte. Bijvoorbeeld bij de motoren, waar Frans Verhoeven moest afhaken na een geweldige eerste marathonetappe. Waar Henk Knuiman bezig is aan volgens mij zijn beste Dakar ooit, maar onderschat en onderbelicht. 13e algemeen is een wereldse prestatie. En een Mirjam Pol die bezig is aan haar tweede Dakar en gewoon meedoet met de beste Nederlanders. En als je dat zo opleest, dan denk je, oh, Dakar is makkelijk. Maar als je deze beelden ziet, maken ook mannen als Verhoeven, Knuiman en dame Pol dat mee. Kijk, dit is dat zand. Dat zand wat zoveel mannen en vrouwen in de problemen bracht. Hallo? Hallo, Alex? Hier met Daniel. Ik ga echt nooit weer. Ui. Dakar-debutant Daniel Willemsen. Hij heeft het zwaar. Maar wat gaat hij volgend jaar anders doen in de voorbereiding? Hoezo volgend jaar? Ik ga echt nooit weer. Ook vandaag is Daniel Willemsen uiteraard weer vrolijk. Vandaag was navigeren en het is Daniels sterke punt. Dat vond een geweldige dag. Ik was vanmorgen wakker en ik denk, nou, dit is echt mijn dag. Ik was aan het rijden en ik denk, hier moet ik rechtsaf. Ik ben al rechtsaf gegaan. Ik ben die pijl van de navigatie achteraan gegaan. En ik ben een kloof ingereden. En ik kwam er nooit niet meer uit. Maar ik was een stukje daarvoor was ik langs een stel mannen gereden. Die zaten te vissen aan een of ander meertje. Ik ben er naartoe gerend. En die hebben mij geholpen die moord uit die kloof te beuren. Nou, echt waar, dat is ongelooflijk. En ik heb al het eten wat ik had, heb ik aan die mannen gegeven. En de rest van de dag heb ik gewoon weer achter een ander aangereden. Ik ga niet meer alleen op pad. Dus dat, jij hebt nooit met de padvinders gezeten, hè, vroeger? Nee. De navigeren, dat gaat nog niet echt goed. Maar ik dacht, vandaag is mijn dag, maar... Nou, niet helemaal. Je begreep het niet, hè? Ik doe het nooit weer. Dat zei Daniel Willemsen eerder deze week. Maar toen ik hem gisteren vroeg of hij volgend jaar weer naar Dakar zou gaan, zei hij het volgende. Ik weet het niet wel gaan doen, hoor. Zien we Daniel Willemsen nu wel of niet meer terug? Ja, ik ben achter de middenmoot gestart volgens mij. Is 50ste, ik weet het niet helemaal zeker. Dus het was lastig naar voren rijden in de stof. Maar elke keer het er eentje had ingehaald op die zandweg. Dan reed ik een heel stuk met de voet aan de grond en een flink stof maakte. Dan kwamen ze mij niet meer voorbij. En dan reed ze ook in de volgende toer. Nou, fantastisch. Nou, een mooie dag gehad.
Mooi hè? Het wordt van Mauritanië, Mali, Senegal, het wordt steeds mooier. En volgend jaar kun je er helemaal van genieten. Ja, nou, vandaag, ik moet wel zeggen, vandaag was wel een hele mooie dag. Ik heb iets betere zin dan eergisteren, dat klopt. Maar ik weet niet wat we gaan doen hoor. Twijfel? Nee, nou is wel mooi. Hè. Mali en Senegal zijn echt wel een mooiere stages hebben we hier gehad. Maar Marokko en Mauritanië, daar had ik helemaal de pest aan. Dus, maar nou heb ik goede zin. Heb je even voor mij, maak wat tijd voor me vrij. Ik heb lekker band. Nu al? Ja. Ga je doorrijden of niet? Ja. Ja. Oh la la. Ja, I don't like it, but I have to go through now. Ja. Is it not the road? Yes, it is crazy. You know, Dina, we must not do this kind of things, you know. We must know what we are doing. Yes. Now, we were really like amateurs here. C'est pas là que tu vas gagner le Dakar. Ja, ga naar links erbij, konijn. God, wat ben jij stom, zeg. Left. I can make it. No, you can't. Kom op. Ja. Ja, dat is gewoon een ramp hier, met de vrachtwagens. Er klopt niks aan. Waarom ga je nou gas geven, Hans? Ik kan dan loopbaan door naar dan. Ja, dat weet ik niet. Nou, die hebben we erop staan. Lukt het nog, jongens? Ik ben wel. Charlie? Nee. We zijn er bijna, kom, jongens.